Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van The Forest. Oh god, kan zijn dat ik weer de verkeerde heb geladen. Echt, dat ga ik nog vaak aan de hand hebben. Maar oké, dan praat ik wel even verder. Voor als ik nog een, we moeten sowieso nog een, PowerPoint presentatie maken. En ja, ik ben een eigen PowerPoint aan het maken en waar heb ik nou weer binnen gekregen? Oh, van Elias, ja, dat is grappig. Ik ga hem even bellen. Oproep geweigerd, serieus? Wauw. Maar oké, ja. Het is weer al de verkeerde. Oh my god. Ja, tot zo. Nu ben ik al de goeie aan het laden. Het spel zegt dat het de 8e dag is. Oké. Prima. Goed dan. Maar goed, ik had gezegd in de vorige video dat ik eerst ging werken aan de houseboot. En dan pas het hek. Dus in deze paar video's gaan we dus aan de boot werken. De houseboot. Die we niet super vaak gaan gebruiken, maar wel een paar keer. Ik heb nog 33 hout nodig. Ik zet de tv even stiller om mee te beginnen. Op 5. Dus zoals ik al zei, waarschijnlijk gaan we de boot niet super vaak gebruiken. Maar toch wel een paar keer, dus... Maar oké, natuurlijk boom maken. Dat is het enige wat we kunnen doen in deze serie. Boom maken. En ik kan jullie al vertellen, in dit spel moet je heel erg veel boom maken. En moet je hopen dat de bomen heel snel teruggroeien. Dus, dat is nog even een dingetje. Oh, de boom valt om. Het spel lijkt wel versneld te zijn, ja. Zo lijkt dat precies. Krijg weer een bericht binnen. Elias, stop mij WhatsApp berichten te sturen. Ik lig te studeren, ja, hey. Waarom kunnen ze dan niet eens 2 minuten bellen, hey? 2 minuten doet niks van uw dagen, hè? Ja, misschien wel, maar dat weet je nooit. Deze dikke bomen kun je niet hakken. Deze zijn echt super lelijke bomen, maar oké. Prima. Boom maken. En we zijn 5 minuten bezig. Ja, we zijn 5 minuten bezig. 5 minuten en 10 seconden. Seconden. Wat? Van zo'n grote boom krijg ik maar 2 stukken hout.
Oké, laten we er dan nog maar eens één haken. Omdat we het leuk vinden om bomen te haken. Ik haat het om in dit spel bomen te haken. Maar het moet. Dat is hetgene wat je het meeste moet doen in dit spel. Dus ja. Auw, ik krijg een boom op mijn bakjes. Maar goed, ja. Deze stukken hout natuurlijk ook op de kaart. Superleuk. Wil je mijn flashlight erbij pakken? Ja, een aansteker eigenlijk. En ja, dan gaan we de stukken hout gebruiken. Trouwens, de stukken hout die van de vorige video nog in de kar lagen. Geen nood, die heb ik al gebruikt om de boot te bouwen. Dat zijn die 7 stukken hout. Eigenlijk. Dat zijn de meeste van de 7 stukken hout. Dus geen nood, ik heb ze wel gebruikt. Ik wil de kar even zo dicht mogelijk bij mijn schip hebben op het moment. En dat is helemaal hier. Wauw. Hey, dat is nog best dichtbij hoor. Maar ik ga natuurlijk, ik weet niet hoeveel werk hebben om 4 touw te vinden. Eigenlijk, dat gaat nog wel meevallen, maar waar de hel is dat kamp? En op het nieuws zeiden ze vandaag ook zo van: als je nu nog een appartement wilt kopen aan de zee. Of huren of zo, dan in Blankenbergen. Dan kun je het beste op de 3e verdieping gaan wonen. Want ja, de zeespiegel begint al te stijgen, zeggen ze. Dus ja, het water begint te stijgen door de opwarming van de aarde. En wat doen de mensen er tegen? Helemaal niks. Echt. Op een duur is er geen strand van België meer over. En dat zou ik wel erg vinden, omdat ja, nu kunnen we nog even op het strand lekker gaan zonnen, maar binnen een aantal jaar. Ik wil jullie niet bang maken of zo, maar dat moet wel even snel veranderen. Oh god. Even dat lampje aansteken terug. Eigenlijk, ik zie het nut er niet van in. Om dat terug aan te steken. Maar oké, ik kan er nog één keer van drinken. Dat heb ik juist gedaan. En dan is al het water op. Ook. Het enige wat het nog moet doen is nog één keer regenen. En ja, dan ben ik weer happy. Ik heb in totaal nog 13 touw nodig. Freaking 13 touw.
Maar goed, ja. We gaan direct verder met de bouw. Met het bouwen. Weet je wat? We hebben trouwens al genoeg gebouwd in deze video. Dus in elke video wil ik maximaal of minimaal, ligt eraan of ik er zin in heb. Maar dan wil ik sowieso wel eens één keertje naar de bomen geweest zijn. Al direct een lampje. Voor als dit lampje uitgaat, dan hebben we nog altijd een skelettenlamp. Die blijft letterlijk voor altijd aan, de skelettenlamp. Mensen, hierbij ga ik de video afsluiten. Hebben jullie genoten van deze video? Like, abonneer en ja. Tot de volgende video. Ja. Dag.